Hi guys, ik ben terug. Ik ga terug mijn YouTube-video starten. En ik ga eerst een keer uitleggen waar eigenlijk allemaal gaande is en waarom ik zo lang geen video's heb geüpload op YouTube. Eén, de reden dat ik terug mijn video start is, we zijn 2024, dus dat wil zeggen het Olympisch jaar. En als je me volgt, dan weet je dat dat mijn ultieme droom is, mijn doel om daar te geraken. En ik dacht, ik neem jullie mee in mijn traject naar de Spelen. In april is het kwalificatietoernooi, dus ik wil jullie meenemen tot aan dat toernooi en hopelijk tot aan de Olympische Spelen. Maar de kans is vrij klein dat ik effectief de Spelen ga geraken dit jaar. Maar een kleine kans is nog een kans, dus ik ga er wel volledig voor. Dus dat is de voornaamste reden dat ik mijn video's terugstart. Ik ben dus ook terug in Amerika nu. We zijn 17 januari. Dat wil zeggen dat ik al een dikke 2 weken terug ben. Want 2 januari ben ik teruggevlogen. Dus ik ben hier samen met papa. We trainen weer elke dag. Sowieso 2 trainingen. 'S ochtends kracht of een andere fysieke activiteit. En dan 's avonds schermen. En dan tussenin vaak nog een individuele les met papa. Maar ik ga ook nog wel eens een video maken. A day in the life hier. Maar nu even de reden waarom ik dus 6 maanden... bijna geen video's heb gepost. Ik was aan het afzien in het Belgische leger. Bon, geen 6 maanden lang. De eerste maand had ik gewoon vakantie. En dan in september ben ik begonnen aan mijn opleiding als soldaat in het Belgische leger. Dat was echt heel hard afzien voor mij. Ik ben dus 22 september gestart. En ik denk dat op 30 november mijn parade was. Dat was dus echt... heel intens, heel intensief, heel zwaar. We hebben fysieke dingen gedaan, we hebben onszelf mentaal gepusht. We hebben ook dagelijks, of ja, niet dagelijks, maar echt heel veel lessen gekregen, ook vaak testen gekregen. Mijn respect voor het Belgische leger is enorm gegroeid. Het was echt veel zwaarder dan ik had gedacht. Maar kijk, ik heb het einde gehaald en dat maakt nu dat ik soldaat Kortijn ben. En dat maakt nu ook dat ik professioneel schermster ben. Dus sinds... dat ik die opleiding heb kunnen volbrengen, is nu effectief schermen mijn job. Dus Topsport Belgian Defense, Topsport Belgian Defense is nu eigenlijk mijn werkgever. En ik scherm voor het Belgische leger. Dus dat is eigenlijk al sinds kleins af aan mijn doel. Allee, nee, niet mijn doel, een droom van mij. Dat ik kan zeggen, want schermen is mijn job. En dat is nu effectief zo. Ik heb daar dus wel die 3 maanden echt enorm van... Allee, ik heb daar dus wel echt die 3 maanden enorm afgezien. Maar ik heb mezelf ook echt sterker gemaakt. Ik heb mijn limieten opgezocht en gemerkt dat je eigenlijk jezelf zoveel verder kunt pushen dan dat je denkt. Er is ondertussen ook de serie Kamp Waas terug begonnen op VRT, denk ik. En dan zie ik dat ik herken zo bepaalde dingen. Dus dat is wel cool. Maar dat is dus, ja, dat was heel moeilijk om die dingen te vloggen. Dat mocht ook helemaal niet. Ik mocht niet met gsm zitten overdag. Maar dat is dus wat ik de afgelopen maanden heb gedaan. En dan nu is het terug full focus op het schermen. Nu, ik heb 2 minder goede dingetjes. En dat is dat ik momenteel een tenniselleboog heb. Al is die wel al heel veel verbeterd. Ik kan al heel veel doen. Het is aan mijn rechterarm. Dat is dus ook mijn arm waar ik mee scherm. Dus ja, in het begin was dat grote paniek in mijn hoofd. Van oei, wanneer ga ik terug kunnen schermen? Maar het gaat al terug. En dan zijn we er... vorige week ook achtergekomen dat ik een kleine hernia heb aan mijn onderrug. Dus dat was ook niet zo'n goed nieuws. Maar we hebben alles onder controle. Ik ben echt mijn trainingen nog vol een bak aan het doen. Gewoon iets voorzichtiger. Dus het komt helemaal goed. Mijn planning nu is... ik ga proberen elke maand 1 video te posten. Ik ga dat proberen. Het kan zijn dat het een keer meer is, een keer minder. Maar we gaan wel zien. En... mijn eerstvolgende wedstrijd is in februari in Lima, een wereldbeker terug. Ik ga jullie dan ook meenemen naar daar. En zo heb ik dan elke maand terug wedstrijden. En dan in april is het de big day, is het het kwalificatietoernooi. Dus de winnaar van dat toernooi is dan nog degene die zich kan plaatsen voor de Spelen. Wat dus het doel is. En ja, ik ga jullie dus meenemen. Bon, ik heb heel veel informatie gezegd op korte tijd. Ik zal zeggen, als jullie nog vragen hebben of dingen jullie heel graag willen zien van mij of willen weten van mij, laat het me zeker weten. En dan maak ik daar misschien ook een video over. Maar dat was zo wat ik wou zeggen. Dus volg mij zeker terug. De video's gaan komen. Niet iedere week, want dat gaat ook gewoon te saai zijn. En ik wil wel interessante video's leveren. Maar ja, dat was het. Allee,
ik ga mij even douchen, want ik kom net terug van training en ik ben nog niet gedoucht. Allez.